Zo, we zijn hier bij het fundraising diner van... Overrun Team 334. Oké, wanneer gaat die... 48 uur tot en met aanstaande maandag. Parijs naar Rotterdam. Ben je daar 48 uur mee bezig? Ik ben er 10 uur aan het fietsen niet alleen. We rennen juist, hè? Oh ja, je rent. Dus we rennen ongeveer 11 kilometer per uur. Ja. Dan weet je hoeveel uur het ongeveer is. Ja. Ja, dus nou ja, twee teams. En elk team rent 50 kilometer. En dan word je afgelost door het volgende team. Slapen, van allemaal, van dat soort... Nou, laten we even zien wie de lopers zijn. We zitten hier met tafel van fietsen, zeg maar. Geen fietsen meer is. Maar hier zitten geen lopers aan tafel. Nee, dit zijn allemaal lopers. Hier tafel 2. Ja, ja, vastleggen. Ja, ja, ja. Oké, okay, prima. Hier deze tafel. Wie hebben hier nog een... Ik ga goed lopen. Hoeveel ga je lopen? Nou, ik ga ongeveer 70 kilometer lopen, denk ik. Ja, een beetje omhoog gooien. Dus, anders rennen we niet op tijd. Dit is... Hier hebben we de supporters. We lopen even naar Eddy toe. Even. Lopen? Ik mag niet lopen, nee. Nee, wat ga jij doen? Ik planningen. Ze lopen altijd te hard of te langzaam, dus ze zijn nooit op tijd ergens om weer omleidingen. Maar slaap jij ook? Ja, je moet lul niet. Loop even mee met me. Aan deze tafel zit hier nog loper. Ja. Dat de tentjes er zijn, dat zij allemaal kunnen slapen als ze binnenkomen op de plek, keuze gesmeerd krijgen. Wauw jongens, wat worden jullie vertroeteld. Ja, daarom. Ja. Volgende paar tafel, waar zit hier de lopers? Iedereen is hier lekker bezig. Jan, hoeveel ga je lopen? 11,5. Dus 12 en dan. Dat Erik was dat. Erik deed het. En ik motiveer. Ik heb dus eigenlijk gestimuleerd dat ze lopen. Ja, ja, je hebt hun stimuleerd. Verder mee en zij lopen en ze wat kunnen doe mee jij lopen. Als sport? Oh, lekker klaar. In ieder geval. Want in ieder geval om te zorgen, om 2 uur eigenlijk, dat ik heel duidelijk toch. De laatste tafel, ja, maar wel een hele dynamische. Moet je kijken. Ja, oké. Okay. En jouw naam was? Jouw naam was? Kilometer 65. Oké, okay, niet 70. Ja, het zou kunnen. Ja, dat zeggen ze allemaal. Dat is maar. Wat doe je normaal? Hoe bedoel je, wat doe je normaal? Is het ook altijd hardlopen daar? Over de gangen moet ik hard rennen. Over hard rennen. Ja. Een indruk van... En Rob, wat doe jij? Wat doe jij eigenlijk? Ik werk ook Binnenlandse zaken. Dus Binnenlandse zaken en Buitenlandse zaken werken samen? Ja. Wat is jouw betrokkenheid bij het team? Mijn betrokkenheid bij het team is dat ik vorig jaar was een kerk. Dit jaar was gelukkig. Abby was... die wilde het overnemen. Heb je gerend vroeger, of niet? Ja, ik heb vorig jaar ook gerend. Oh, je hebt vorig jaar ook? En toen moest je wel? En toen moest ik wel. Okay. Toen heb ik 35 kilometer opgerend. Nou mooi. En je hebt ook even dit fundraising heb je geregeld. Ja. De zaal en dingen. En alles komt ten goede aan het team. Hè? Dus, precies. Maar daar zal ik nog zo meteen nog even iets over vertellen. Ja. Hè, want dit doen we natuurlijk inderdaad gewoon... Niet alleen maar om die leuke mensen. Precies. Over de opbrengst, hè? Wat het allemaal heeft opgebracht. Precies. Ja, wat al dat eten en zo aan opbrengst heeft gehad. Ja. Dus dat zal ik zo meteen nog even vertellen. Kijk, nou, hartstikke mooi. Het was echt de sportiviteit knalt er vanaf. We zitten hier gewoon echt in een heel eerwaardig instituut. Het heet Sociëteit de Witte. Normaal mocht hier alleen maar mannen komen, hè? Maar tegenwoordig mogen vrouwen. Oh, heel goed, heel goed. Vrouwen mogen komen en zelfs mannen. En zelfs mensen zonder stropdas, die mogen dan in sommige zaten zijn. Want je mag niet, buiten mag niet zonder das komen. Nee. In ieder geval, dat heb jij gewoon geregeld. En hoe vond je de avond? Ik vond het heel leuk. Je vond het heel leuk? Echt heel leuk. Was het een leuk verjaardagsfeestje voor je? Absoluut. Van harte gefeliciteerd, Rob. Oké. Hoi. En dat was het om. Voor het team.